Edna. Ik kom hier op bezoek bij meneer Van Neden. Ja, welkom. En meneer Minne. Oké. Wat is hij inschrijven in het logboek, alstublieft? In het logboek? In het logboek, alstublieft, ja. Oké. Heren. Hallo. Goeiedag. Welkom, Kamma, bij Van Neden Environment Group. Hallo, u bent? David Van Neden. David Van Neden, en u bent? Goedemorgen, Jan Minne. Oké, okay, dus jij bent de familiale. Inderdaad. Heet je niet familiale? CEO. Okay. Jan is inderdaad CFO van Van Neden Environment Group. Oké. Okay. Die mammoet, wat betekent dat eigenlijk? Kamma, aan de hand van het mammoetpad hier op onze site in Rumbeke zou ik graag eigenlijk Van Neden Environment Group aan u eens voorstellen. Oké, okay. Het is wel interessant dat je eigenlijk in de mammoet zit dan hier. Jawel, ik vraag me af, hoe maak je van afval geld? Dat weet je, dat vraag ik mij af. Het is een activiteit, net zoals een andere activiteit. Dus mensen doen productie, doen verkoop. Wij handelen in alles wat dat milieu betreft. Kamma, we starten eigenlijk het logistieke verhaal van Van Neden. Dus dat is alles wat ophalen van afvalstoffen is en uitsorteren van verschillende afvalstoffen om het dan te verhandelen. Nee, niet meer, hè. Die herken ik. Die herkende? Dat is een van mij dan. Dat is dat jij leeg gedronken hebt, Kamma. Dat zeg ik nog. Wat dat mij binnen opviel, waren verschillende dingen. Naast het lawaai dat moeilijk om te bouwen was, maar vooral het feit dat eigenlijk de geur enorm meevalt. Ten derde eigenlijk dat verhaal van het scheiden van die gekleurde petflessen vind ik fantastisch. Dat is dus dat je dus met die camera's eigenlijk blauw en groen van elkaar scheidt, omdat je dat dan... Inderdaad, de verschillende kwaliteiten. Ja. Hey, PET, dus een petfles, kunnen we scheiden van een polypropfles. Hey, een blauwe kan gescheiden worden van een groene fles. En maken jullie een onderscheid tussen een fles Bourgogne en een fles Bordeaux? Nee, die wordt door elkaar gerecycleerd en hersmolten tot een nieuwe fles. Het valt op dat er hier... Een frisse zeelucht hangt, bij wijze van spreken. Ja. Het is niet zo dat hier over uw nek... Ik gebruik eigenlijk niks. Hier op de site wordt eigenlijk alle gassen onttrokken en omgezet naar hernieuwbare energie. Vandaar dat je ook de folie ziet om maximaal eigenlijk het stortgas te kunnen onttrekken en om te zetten in hernieuwbare energie. We maken van organische afvalstoffen een mix. Die mix komt in verhestingstanks en die verhestingstanks zetten er bacteriën die hetzelfde proces als hier doen, met namelijk verhesten. En opnieuw gaan wij het gas daar uittrekken en via gasmotoren omzetten in elektriciteit en warmte. En wat is dat hier eigenlijk? Dat zijn de gasmotoren. Dus het gas dat komt uit de stortplaats komt hier in terecht. Ja. En de gasmotoren zetten het gas om in elektriciteit. Deze installatie is eigenlijk voldoende voor een 2500 gezinnen op jaarbasis die continu voorzien worden van elektriciteit. We hadden het bij het begin van de rondleiding over het mammoetpad, de mammoetroute. En wij hebben hier bij het ontginnen en mij op een zeker ogenblik op een schouder en voorpoot van een mammoet gestoten. En was het enkel mammoet? Was het niks was anders? Enkel mammoet. Dus eigenlijk dat is wel bewijs dat onze voorouders ook al sorteerden eigenlijk. Nee. De mammoet daar en... Nee, dat zou over een dier gaan die in 13.500 jaar zou die er al gelegen hebben. Ja. En toen was eigenlijk het gebied hier eigenlijk nog moerasgebied. Met de Noordzee, het komt... Mijn voorouders leefden hier al, hè? ja, maar 13.500 jaar geleden... Ja, ik heb brieven gevonden. Brieven gevonden van in die periode. En ze sorteren ook allemaal op een manier. Maar op een manier.